De Poort van Woerden. Dat is het gebied aan weerszijden van de spoorlijn ter hoogte van het NS-station. Het gebied gaat de komende jaren op de schop. Wegen worden aangepast en mogelijk komen er woningen of bedrijven. In opdracht van de gemeente Woerden is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het terrein. De eerste schetsen zijn tijdens een politieke avond aan de gemeenteraad gepresenteerd. Het is ons opgevallen dat Woerden natuurlijk 2000 jaar geschiedenis heeft, waarin de wetering en de waterlinies en de vesting een hele grote rol spelen. Maar waarin eigenlijk in de laatste 50 jaar een heleboel dingen in sneltreinvaart zijn verbouwd en niet altijd ten goede. En dat maakt eigenlijk dat bij het station gaan alle routes van noord naar zuid gaan door een paar tunneltjes heen. Met de gekste kronkels, de krapste plekken. Terwijl je eigenlijk zou zeggen, ja, als je nu naar de stad als totaal kijkt, moet je dat op een andere manier gaan doen. Hebben jullie kunnen achterhalen hoe het zo is ontstaan dat het is geworden wat het nu is? Het is eigenlijk constant een reactie op de huidige trends. Hè. We hadden een grote spoorwegovergang, er kon een tunnel komen. Nou, dat is mooi, dan kunnen we er nog beter doorheen. En we zijn ook een beetje ingehaald door de eigen tijd. Dat gebied, de spoorzone, dat moet uiteindelijk op de schop en dat moet allemaal gaan worden verbeterd. En jullie hebben een aantal dingen bedacht die misschien wel als uitgangspunt zouden kunnen gelden voor de uiteindelijke plannen die gaan worden gemaakt. Wat is het meest ingrijpende scenario wat denkbaar is om dit gebied weer een goed aanzien te geven? De moeilijkste opgave is hoe gaan we om met de mobiliteit, met name dan de auto in het spoorgebied. De meest kansrijke is dat je hier gewoon echt een stedelijk gebied van kan maken, een levendig stadsdeel, wat de verschillende hoeken van Woerden goed met elkaar verbindt, ook over de spoorlijnen heen. Meest kansrijke invulling van de Poort van Woerden lijkt volgens Voogd dus een stedelijk gebied, maar dat staat volgens verantwoordelijk wethouder Arjan Noordhoek nog niet vast. Ook die keuze is niet gemaakt. Kijk, we gaan ook inventariseren welke functies zijn daar mogelijk. Hè. We willen ook een beleven, dus een gebied waar het prettig toe is. Maar kijk, er ligt gewoon grond waar wel functies als werken, wonen en dergelijke ook mogelijk is. En ik denk ook wat nodig is om uiteindelijk ook wel de kosten te kunnen dekken. Hoe ver zijn we af van het moment dat er daadwerkelijk wat gaat gebeuren? We zitten nu in de fase van de ontwikkeling. Kijk, aan de zuidkant liggen er stukken braak. Ook een groot deel is in eigendom van de gemeente. Dus als we in de visie zien dat sommige stukjes al uitgevoerd kunnen worden, dan is dat de bedoeling ook. Kijk, daarvoor is die visie ook zo belangrijk dat je weet als er nu verzoeken zijn om te gaan bouwen, dat je weet dat het past of niet. Past het niet, dan kunnen we het afwijzen. En weten ondernemers, projectontwikkelaars ook van welke kant ze opgaan. Het is eigenlijk een toetsdocument. Voorlopig wordt eerst onderzoek gedaan en worden omwonenden en ondernemers bij het maken van de plannen betrokken. Rond de zomer moet er al wel een visie liggen die duidelijk maakt waar het met het gebied naartoe moet.